toppers gespeeld worden. En die dus eigenlijk ook altijd nog, wat zeer belangrijk was en nog altijd is, hun eigen spel mochten spelen. Die dus niet geïndoctrineerd werden door trainers die zeiden, jij mocht daar niet lopen. Iedereen speelde op zijn plaats eigenlijk. Er werd niet zoveel door elkaar gelopen, in geen geval. Maar ik had altijd de indruk dat er zeer degelijk gevoetbald werd. Iedereen naar eigen godsvrucht en vermogen en altijd ja, in dezelfde geest. Aan het eind van het seizoen 37-38 is Beerschot opnieuw kampioen dit jaar. Daarop wordt die titel verlengd. Het totaal aantal titels komt dan op 7, maar het zal wel de laatste titel zijn. De generatie Breiner verdwijnt, de nieuwe generatie staat in de schaduw van de oude. Ik heb in Beerschot, zeker in de beginjaren, wat geleden over de vergelijking die ze met vader maakten. Ik ben toch als tweede jaar scholier, 17 jaar in deze ploeg gekomen en dan verlangen de mensen direct hetzelfde als mijn vader. In het begin is dat gelukt, want mijn derde wedstrijd won wij op Olympic Charleroi met 8-2 en ik maakte 5 doelpunten. Ik kan er direct bij zeggen dat Keurs en Herman Brand mij erin geholpen hebben om dit te maken, alleszins. Maar de vergelijking is natuurlijk altijd zwaar bij slechtere wedstrijden. En dan was het, ja, het zal toch nooit zijn vader niet worden enzovoort. En de mensen vergaten dan wel dat vader ook slechte wedstrijden had gespeeld. Maar daar werd niet aan gedacht. Dus daar heb ik in de beginjaren wel onder geleden, nadien niet meer. Raymond Breiner zal tot aan zijn dood in de kerstnacht van 1978 verbitterd blijven over zijn schorsing door de Belgische Voetbalbond. Hij is heel zijn leven lang daarover verbitterd geweest. En ook bijvoorbeeld over het feit dat de Belgische Voetbalbond ooit hem heeft geschrapt als lid van verdiensten. En dat nooit goed gekomen is. Ze hebben die schrapping nooit niet opgegeven. Na de Tweede Wereldoorlog maakt Antwerpen kennis met een nieuwe vedette. Zijn naam Rick Koppens. U kent hem hier als tweede van links op de onderste rij in de kadettenploeg van 1941. Hij is dan 11, op zijn 16e debuteert hij in de eerste ploeg. Morgen tijd gaat om in de eerste klas te laten. Dat is een lange periode, want de degradatie kan dit als geweest. Dus, en dat is ook de reden waar dat ze maar de jonge koppels krijgen. Dat is de kans dat ik ben al wat nood. Wat nood zou krijgen. Nou ja, een gast van 16 jaar, dat maar die brengen ook toch die ploeg blijft ik niet reden. Dus dat was niet wat wel in feite. Hè. Sorry. Maar, was dan bereik ik mezelf wel, dat maar dat is omdat ik al uit het systeem kan stellen, dat is niet zeker. Deed gewoon wat hij gewoon was van te doen, op zijn eentje voetbal, ja. Meestal. En dat kon hij. En dat kon hij dus. Hè. Hij heeft inderdaad, van in het begin was hij dus de man waarom te draaien eigenlijk. Ik vind persoonlijk niet dat ik een gemakkelijke speler was om mee te spelen, maar alleszins een speler waar je graag mee speelde. Ik kon een wedstrijd volledig doen kenteren door zijn persoonlijke acties. Ik kon alles. Niet alleen, wij hebben niet alleen zondags gezien, wij speelden niet in zondags altijd, hè. Maar ook vooral op de training, dat hij kon met een bal, hij kon alles. Hij was ook heel snel.
Dat wordt soms wel eens vergeten, maar die eerste 8, 9 meter zwelling buitengewoon snel. En dat was fenomenaal sterk. Rick Koppens wordt de tovenaar van het Kiel genoemd. De mensen komen speciaal voor hem en voor hem alleen naar het stadion. Als je dat nu vergelijkt, was eigenlijk die maalsveld vergelijkt, hè? Matje, dat was beneden de... Wat moet ik nou heet, maar ik zie ze nog zo weten, hè? Ik heb ze mooi, ik heb ze nog niet verteld, ze mooi. Onder de 5.000, 6.000 man per stoning, ja, dat worden toch vies, hè? Ja, 9.000 man, dan de minste match, hè? Ik zeg 9.000, en dan nog denk dat ik een beurs is. Ja. Dat is 10.000, 12.000 man. Dat zijn eigenlijk de koppensjaren, hè? Ze mogen dat genoeg voor de buitenwereld, of voor de media, maar de koppensjaren. Kunnen wij begrijpen hoe populair die koppensjaren zijn in die periode? Kunnen wij dat nu nog begrijpen? Ja, weet ik niet, dat is het slimste, weet ik niet. Dat kun je begrijpen. Maar, als je even snel denkt. Ja. Als je even snel, ja, we zijn, mijn begin al, dus dat blijft, hè, ja. Dat is dat. Ja. Ja, maar trouwens ook, ik was zodanig populair dat het dus dat dan begon dus mee anti te werken. Hè. Ja. Het was alles of niet mee kon zijn, gebruik maar af, of geworst. Dus dat je ouders van dat zou moeten stellen. Maar kwam het publiek voor koppers? Ja. Een zeker publiek van voor koppers. Mm-hmm. En dat zijn... Dat heb ik niet gevraagd. Ik heb niet gevraagd, ik kom wel zien, maar nee. Ik heb dat ook moeten. Maar om te zeggen, bewijsmateriaal van zijn leven, maar ik kwam dat werd dus gezegd. Die man had die de eerste van hen, zoals zij van de bestuur en de gezet mannen van de bestuur, dat die wisten wie waar ik kwam. En die verwijderd er altijd zo'n 4.000 man, maar ik kan ze. Rick Koppens was een publiekstrekker die er nog niet nooit geweest is. Rick Koppens, een voorbeeld, was gekwetst. Deze optreden bij de reserve en er was 9.000 man. Dat is dus denk ik uniek in de voetbal, dat was Rick Koppens, dat vertrouwde allemaal. 9.000 is wat betaalde. Plus de abonnees. Voor een reserve? Voor een reserve match. Dat is zondagmiddag. Tegen Beringen, hoor. Niet tegen Namelijk, want dan kwam wel eens voortzien of tegen een aantal, een paar keer een zaakmatch voor de mensen. Maar zoiets is onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar dan. 10.000 man. Ja, zo. Ja. Maar 9.999 misschien dat ik weet niet. Maar ja. Dan, dat is veel. Ik heb het niet verteld, maar. Dat is dus. Hoe is het om zo populair te zijn? Want die man, dat was van. Dat was goed, hè? Ik heb er nooit in van weggezien die dat populair werd, dat is. Dat was zo. Dat was zo. Dat was zo. Kom dan zo weet. Had je Loten? Het schijnt wel. Loten. Ja, maar die hebben populair klaar Loten. Ja, soms. Oh, dat weet ik wel, als je dat soms leest, maar van die film staan of zo, die film staan. Want die hadden ik het opvangen en zo. Nou, zo. Zie je al, hè? Ja. Ik ken die al hier. Rick Koppens wordt in 1954 de allereerste gouden schoen. Het blijft bij die ene bekroning, want in die tijd kan een speler niet meer dan één keer de gouden schoen winnen. Die keer wordt Rick Koppens topschutter in de Belgische competitie in 52, 53 en 55. Speelt hij voor de nationale ploeg. Het Beerschot-bestuur laat hem niet naar het buitenland vertrekken. Van een Bosman-arrest is dan nog lang geen sprake. Rick heeft hier net een...